Hey mensen, je kijkt naar Spooky Sister Delf en welkom bij deze kleine setup video. Want vorige week, ineens in het midden van de week, geen video's en livestreams. En dan heb je een paar dagen geen Spooky. En ik weet dat dat heel sad is en heel kut is, maar we zijn er weer. Na die PES 2017 teststream is er volop dingen gebeurd. Mijn hele setup lag toen al eigenlijk helemaal anders. Omdat ik natuurlijk de Elgato HD60 Pro mocht testen van Elgato. En de Elgato HD60 Pro, die heb ik nu nog verder gebruikt. Maar we hebben meteen de helft van mijn kamer helemaal opgeruimd. Echt, er ligt nog heel veel rotsen, maar we hebben echt heel veel dingen uitgezocht. Dagenlang bezig zijn, hard ploegen, hard werken. Maar nu is het eindelijk weer zover. Ik heb een geüpgrade game PC. Ja, het is er al. En ik heb mijn stream PC gemaakt van mijn oude PC. En het hoekje is net even weer wat cleaner. Cable management zal bij mijn setup nooit helemaal lukken, want het zijn zoveel kabels, zoveel extra dan dat je gewoon bij een normale PC zou hebben. Maar ik wil het vandaag even laten zien. Oké, zijn we er klaar voor? De nieuwe setup ziet er vrijwel hetzelfde uit, maar ook weer net even wat anders en misschien net wat cleaners. Welkom bij het Spooky 1611 versie 1611 of zo. Oké, dus wat hebben we hier? We hebben een nieuwe kast. En deze kast is een stuk minder groot. Zoals je ziet ook heel veel kabels daarachter. Wat een klein beetje gemanaged, zodat het hier iets minder druk is. Je ziet er nog steeds kabels, maar er wordt zoveel nog veranderd elke keer. Dat je gewoon dat nooit weg kan werken in een plintje of zo. Want dan haal je het er meteen weer uit later. Dan hebben we dus hier de nieuwe kast. Er zit een i7-7700K in. DDR4 3000 MHz geheugen is geüpgraded. Nieuwe moederbord, nieuwe voeding, alles nieuw daar verder. Alleen mijn GTX 1080 videokaart zit er natuurlijk in, want dat is de best of the best. We hebben nog altijd mijn Razer Tiamat eraan voor het geluid door de headset. En dat vind ik altijd zo handig, die Tiamat. Want als we hier kijken, kan je gewoon veranderen naar dit. En dat is een speakertje. En die speakers, dat zijn deze Logitech speakers. Die ken je misschien nog wel. Daar is de boombox. Liggen nog wat kabels op, omdat ik mijn stuur nog niet heb aangesloten. Dus dat is allemaal weer heel mooi. En deze twee beeldschermen worden dan gebruikt. Het zijn nog wel wat oudere beeldschermen. Misschien is dat wel een leuk keer voor een upgrade. Maar dat is niet zo noodzakelijk om bijvoorbeeld de kwaliteit te verbeteren voor jullie. Dus dan doe ik het ook nog niet. Twee beeldschermen, die zitten daaraan vast. En dat is dat powerbase. Nou, hij is echt een stuk krachtiger. Ik heb al getest. Bepaalde games hebben soms zelfs 200 fps winst. En games die haperden bij mij, die haperen gewoon ook niet eens meer. Dus dat, het is gewoon weer een boost. En de stream PC die heb ik hier maar neergezet. Want dat is de beste plek. De greenscreen kan hier nog net even tussen. Dit is de i7-3930K. Het zit een nieuwe cooler in, want mijn CPU wou niet koelen. Het is echt een super huge cooler. Het was ook echt een extreme CPU. Nog steeds super duper krachtig. 1080p streaming is nu een fight, jongens. Ja, ja, het is nu een fight. En er zit nog een GTX 670 in. Mijn oude videokaart heb ik er gewoon weer ingeplakt. Had ik nog niet verkocht. Dus een GTX 670 videokaart daarnaast is perfect, want livestreamen doet hij toch vooral op de CPU. En dan heb ik hier, wat ik al eigenlijk had, maar nog nooit heb laten zien, mijn PlayStation 4 Pro staan. De stream PC, PlayStation en PC. Dit is allemaal super mooi gemaakt, want ik kan hier nu gaan zitten en ik kan alles doen. Letterlijk. Dit is altijd het beeldscherm wat wordt gecaptured door capture software of door bijvoorbeeld OBS om te livestreamen. En dit er niet. Dat is gewoon mijn tweede scherm van mijn PC. Maar dat wordt gecaptured door dit beeldscherm. En dat is het beeldscherm, vandaar dat hij wat aparter staat, van de stream PC. De grote kast die ik je net heb laten zien. Oftewel, dit zou hij moeten laten zien met alle HDMI-bekabeling die we hier hebben, op het tweede beeldscherm. Dit is ook handig hoor. Je hebt software dat je gewoon je muis en toetsenbord kan gebruiken van één PC, deze PC. Muis, toetsenbord van deze PC. Kan ik besturen daar. Terwijl dit is deze computer. En ja, dat is nog allemaal niet opgeruimd. Oftewel, ik heb dan een kleine delay in het switchen. Mocht ik per ongeluk elke keer naar dat scherm gaan. Vandaar dat je nu hier de muis dus ziet. En kijk, dan gaat hij weer daarheen. Maar hier duurt het iets langer. En we gaan bijvoorbeeld naar de Game Capture HD software van Elgato. Er zit dus een ingebouwde capture card. Daar komt nog een aparte review van. En je zult zien dat je hier het beeld ziet van dit. Wat even zwart werd en nu is het er. We kunnen ook de delay test even doen. Heeft deze Elgato interne graphic card? Kijk, hier zie je hem, de interne HD60 Pro. Hoeveel delay heeft hij? Niet veel. Dat ga je tenminste niet merken op de stream.
Klein beetje, milliseconden, maar daar hoef je niks voor te delayen op de livestream qua webcam of zo. Werkt allemaal perfect. Oftewel, dat werkt. Dan gaan we ook nog even naar OBS Studio, want daar stream ik dan met die Elgato ding. En zoals je ziet, ben ik dit. Hoi, tada! Met webcam en al, zie je mij daar nu bij. En ja, ik heb gewoon gamebeeld, oftewel dat pakt hij allemaal op. Nou, hebben we dus een HDMI-kabel, hebben we heel vaak moeten splitten. Nog altijd. Er gaat een HDMI van hier helemaal naar achter, naar dit kastje. Want daarmee kan ik switchen tussen de PlayStation en de PC. Van dat kastje gaat hij naar deze computer. Daarachter gaat hij in de Elgato in. De Elgato Out gaat helemaal daarheen. Naar dit beeldscherm. Maar wil ik dus switchen, dan heb ik hier nog een PS4. Die gaat in een splitter die je daar ziet. Een splitter, dat zorgt voor twee HDMI signalen. De ene kant van de splitter, die gaat daarheen, naar dat kastje. En de andere kant gaat naar de tv. Zodat ik ook gewoon, zonder dat de hele circulatie van een capture card is, heb ik ook gewoon tv-beeld. Dus dat is altijd mooi. TV heeft ook beeld met deze setup. Als ik nu de PlayStation 4 aandoe, hele handige knop op de Pro. In plaats van dat stomme drukpunt ding, zijn dit gewoon echt knoppen. Super handig. Zie je nu dat hij natuurlijk nog PC-beeld laat zien, want hier is mijn PlayStation 4 beeld niet. Dus wil ik nou op de PlayStation 4 opnemen of livestreamen? Druk je gewoon hier, niet op de rechterknop, want rechts is dan de PC, weet je wel. Aan de rechterkant staat de PC, maar aan de linkerkant, klik. En tada! We drukken op die knop, PlayStation 4 beeld. En zoals je daar ook ziet, hoi, daar ben ik. PlayStation 4 beeld laat hij alweer zien in de capture card. Perfecto! Maar ja, soms zit ik gewoon op mijn PC. Nu is mijn PC alleen maar hier. En dan wil ik bijvoorbeeld hier praten. Omdat ik niet aan het opnemen ben. Ik wil hier praten. En bij opnames gebruik ik mijn webcam op deze PC. Maar elke keer wanneer ik wil livestreamen, moet mijn webcam op deze PC. Van dit beeldscherm. Dus daar moet ik mijn webcam dan plaatsen. Daar moet de microfoon doorheen komen. Daar zie je ook nu ik praat, microfoontje. Maar nu moet ik via dit bijvoorbeeld op Teamspeak gaan om te gaan praten. Nou, daar heb ik nu geen zin in, want ik ben niet aan het opnemen. Dus dan zou ik de USB kabel van deze Blue Yeti microfoon zou ik dus helemaal daar af moeten halen, helemaal moeten omleggen en daar achter in moeten doen of daarvoor, maar daar zijn maar twee USB. Daar hebben we ook wat voor gevonden. En wat hebben we daar dan voor gevonden, denk je? Nou, dit. USB switchers, microfoon en webcam. En dan gaan we even weer terug switchen van beeld, want PlayStation, we hebben je niet nodig. Eventjes een programmaatje die ik veel gebruik, Reaper. Daar zie je dat hij nu geen geluid geeft. Dat is logisch. Als we naar deze PC gaan en we gaan naar Reaper, dan zie je dat hij geluid heeft. En dat is ook logisch, want hij staat nu op deze PC. Maar ja, webcam en microfoon wil ik soms nog wel eens via deze USB doen voor deze PC. En dan hebben we hier dus een knopje voor. Als we de microfoon veranderen naar rechts, oftewel niet de linker PC, maar de rechter PC. Makkelijk te onthouden. En ik refresh dan even Reaper. Maar je hoorde al een geluidje. Even refreshen dat ik de Yeti wil. Yep! En ik kan nu praten door deze PC. Nu komt hij natuurlijk niet hier doorheen door de stream. Maar ja, ik livestream ook niet altijd. Soms wil je gewoon normaal alleen je PC gebruiken. Dan kan dat allemaal heel makkelijk. Helemaal geen kop stoten. Hoe cool is dat? Elgato heeft mij ook nog gevraagd om een uitgebreide review te doen van de Elgato HD60 Pro. Met allemaal samples en zo zal ik daar dus ook een review video van maken. Maar ik wou jullie even snel op de hoogte houden van hoe het nu allemaal staat. Met een sterkere computer die alles kan capturen en die livestreams kan verwerken, kunnen wij straks hele vette dingen doen. Net even weer wat mooie kwaliteit, 1080p 60fps livestreams. Je kan natuurlijk ook je kwaliteit nog omlaag doen als je 1080p niet aan kan om te kijken. En het wordt allemaal weer mooier qua opnames. En ja, het staat allemaal nu perfect. Mijn games werken weer beter door de nieuwe computer met de nieuwe CPU, waardoor games weer super vloeiend zijn en alles op z'n alle hoog. Bij elke game werkt dus ook weer helemaal lekker en ik heb geen performanceverlies tijdens het opnemen. En waarom niet? Omdat een aparte PC daar allemaal voor zorgt dat alles verwerkt wordt. Opnames, livestreams, alleen deze PC wordt daarvoor gebruikt. En zo heb ik nergens last van op mijn normale computer, maar toch kan ik geweldig opnemen. Dit is mijn nieuwe opnamestation. Het heeft even een week geduurd. We hebben ook letterlijk alles onder dat bed. Dat was echt super stoffig. Hebben we gewoon 24 uur lang alles in dozen gestopt. Zoals je ziet, ziet er heel netjes uit. Normaal waren het allemaal computerdozen hieronder en zo. En was het één grote chaos. Hebben we ook
allemaal gedaan. Oftewel, dit was even een weekje van hard dingen veranderen. Computers in elkaar bouwen. En Larissa heeft mij ook heel goed geholpen hoor. Echt waar, Larissa heeft mij heel goed geholpen daarbij. En nu is dat alles goed. Nu is het tijd om grondig te gaan testen. Hopelijk niet al te veel softwarefouten, weet je wel. Normaal gaat er altijd wel weer bij het begin wat fout. Of dat werkt niet, of dat werkt niet. Of Windows doet daar raar. Maar we zullen het allemaal meemaken. Ik hoop dat jullie hiervan hebben genoten. Van deze praat-setup tour een beetje. En ik zit hier nu weer helemaal goed. Tot de volgende video's en livestreams. Doei doei. Hashtag Spooky Family, hè. Come on, dankzij jullie support kan dit nog steeds.